Hey, hallo Fitfortes, hier ben ik weer. En vandaag een les helemaal gericht op het losmaken van de lage rug. En tevens stretchen en ontspanning van de lage rug. Dus daar echt helemaal op gericht. Oké, gaan we lekker beginnen? Nou, kom eens even in de knieën ondersteunen. En we beginnen heel vaak even met catch stretch, omdat dat natuurlijk al een hele prettige oefening is om even de hele rug te pakken. Inademen, hollen. En uitademen, maken een bolling. Doe nog een keer. Inademen is een hollen. En uitademen is een bolling. Inademen, stuit en borstbeen op. En uitademen is een bolling. Doe nog een keer. Goed je schouders stabiliseren. Dus niet inzakken in de schouders, maar duw de schouders weg van de oren. En maak een bolling. Doe nog een keer. Inademen is een holle rug. En uitademen is een bolling. Inademen is een holle rug. En uitademen is een bolling. Inademen is een holle rug. Uitademen, bolling. Gaan we nog vier keer. Inademen is een holle rug. En uitademen, bolling. Nog drie keer. Holle rug. En uitademen, bolling. Nog twee keer. Holle rug. En uitademen, bolling. Dit is de laatste keer. Laat je buik vallen, borstbeen op. En duw met de buikspieren de middenrug naar het plafond. En maak een neutrale rug. Dat is tussen hol en bol in. Oké, plaats je rechterknie in het midden. Strek je linkerbeen uit. En goed recht maken van het been wat op de grond staat. Dus niet schuin zakken, recht. Alsof iemand jou aan je voet naar achter trekt. Dus verleng de rug. 3, 4 en wissel. Linkerknie in het midden. Goed recht zetten het bovenbeen. Ja, niet te hoog, maar echt in de lijn van de rug je been door laten lopen. Alsof iemand je aan je voet naar achter trekt. Schouders goed stabiliseren. 3, 4 en wissel. Ja, strek uit. Iemand trekt je aan je voet naar achter, dus je maakt heel veel lengte. Laat je hoofd niet beneden je schouder zakken. 3, 4 en een wissel. Linkerknie in het midden. Niet schuin. Je bovenbenen recht houden, dus daar kijk je altijd even naar, zodat je echt je bek recht houdt. 3. 4 en terug. Knieën een klein beetje uit elkaar. En wat je gaat doen, je gaat je bekken kantelen. Voor en achterover. En tevens ga je dan je bekken draaien. Dus dan maak je wat spanning in je lage rug los. Kantelen en draaien. Hou de lage rug mooi zacht. De nekwervers lopen mooi door in de lijn van de rug, dus laat je hoofd niet zakken. Schouders stabiliseren, dat is belangrijk. Dit ook even de andere kant op. Dus kantel je bekken en draai met je bekken. Goed. Een paar keertjes nog. Hou het mooi zacht in de lage rug. En doordat je nou we geen les hebben, en je dan toch vaak wel wat minder beweegt, thuiswerken. Ja, zie je vaak ook dat je natuurlijk niet zo'n hele goede stoel hebt zoals je op de werkplek hebt. Dus dan kan je wel wat meer last van je lage rug hebben. Ja, laat maar los. Mag je even naar achter komen om de rug goed te rekken. Voorhoofd mag op de grond, maar dat hoeft zeker niet. Als je wat last hebt van je knieën, leg een kussentje tussen boven- en onderbenen en hou die hoek in de knie dan, maak die niet zo groot. Rustig de rug oprekken. Ja, en kom maar terug. Nou, mag je op je billen komen zitten en je benen, je voeten heupbreed te zetten. Oké, plaats de handen achter je, schouders even lekker ontspannen. Ja, en dan mag je de knieën van links naar rechts bewegen. Even een beetje losmaken, niet inzakken in de schouders.
Goed zo. Nou, gaan we kijken of dat we de lage rug een beetje los kunnen krijgen. Laat de knieën naar rechts vallen. De voeten zijn breed, dus de knieën liggen niet op elkaar. En dan ga volledig op je rechterbil zitten. Plaats je rechterhand goed ietsjes voorbij de schouder en je linkerhand op de knie. Als je geen last van je nek hebt, mag je over je rechterschouder kijken. Ga niet hangen, maar probeer nou juist om die rug goed recht te houden. Een stok van kruin naar stuit. En dan maak je hier een goede draai. Blijf voelen of het oké is voor je lage rug. En kom er maar uit. Dus de voeten staan breed. Dan laat je ze naar links vallen. Knieën liggen niet op elkaar. Ga goed op je linkerbil zitten. Zet je rechterhand op je linkerknie. Linkerhand. Ietsjes voorbij de schouder. Schouder naar beneden. Kijk over je linkerschouder. En als je last hebt van je nek, hou je hoofd wat meer gecentreerd. De rug goed recht maken en niet gaan hangen. Echt om de mobiliteit in de lage rug wat te verbeteren. En kom maar terug. Dit gaan we nog een keertje doen. Benen breed. Laat maar zakken. En plaatsen. Goed zo. Bouw de rug goed recht op. Ga niet hangen, maar echt goed opbouwen. Ja, en terug. En nog een keer. Draaien. Ja, en terug. Nou kom je nog één keertje in kleermaker zit. Dan bouw je de rug recht op en zak je eigenlijk een beetje achter de zitbordjes. Dan kom je op de zitbordjes zitten en kom er iets voor. Kom op de zitbordjes, mag je een klein beetje in laten zakken. Je weet dat je altijd op glijden van pijn moet werken. En ervoor. Op de zitbordjes, zak er maar ietsjes achter. Dus, en zeker als je veel last van je lage rug hebt, hou de beweging gewoon klein. Het is echt niet nodig om die bewegingsuitslagen helemaal naar 100% door te trekken. Dus het hoeft helemaal niet in uiterste standen. Liever niet. Blijf kijken waar het oké voelt in jouw rug. Achter de zitbordjes, op de zitbordjes en kom er iets voor zitten. Doe het nog een keer. Op de zitbordjes, achter de zitbordjes, op de zitbordjes. En voor, nog een keer, rol over die zitbordjes. Ja, dan bouw je de rug erop en rol erover. Nog één keer. Over de zitbordjes. Rol de rug weer op. En kom er overheen. Hebben ze? Oké, prima. Dan mag je lekker komen liggen. Rustig de rug afrollen en plaats je hoofd. Armen mogen een beetje breed, voeten een paar centimeter onder naast elkaar. De hiel onder de knie zetten en beweeg rustig je knieën van rechts naar links. En dan masseer je een beetje over dat hele heiligbeengebied. Hoeft nog niet groot, gewoon rustig even wat los masseren. Dus deze les echt helemaal gericht op het kijken of dat we wat spanning uit de lage rug weg kunnen halen door stretchen, door ontspanningsoefeningen en door oefeningen om de mobiliteit van de lage rug te verbeteren. Jij doet hetzelfde. Dan klap je de onderbenen terug, klap de bovenbenen richting de buik. En rol over dat heiligbeengebied. Masseer daar een beetje over. Knie niet te ver naar de buik laten zakken. Ietsjes terug.
rustig wat masseren, een beetje ruimte geven. Ja, dan plaats je de voeten, de hielen weer onder de knieën. Voeten en voetbreedte uit elkaar, armen breed. En laat de knieën naar rechts vallen. Kijk even of je deze draai goed kan maken. Je hoofd naar links. Hou de schouders en de bovenrug ontspannen tegen de grond. En terug. En kom maar naar de andere kant. Probeer helemaal te ontspannen. Voel de draai in de lage rug. Voel de rek over heel het heupgebied. Niet in pijn werken, want dan ben je over de grens. Blijf daarvoor. En als het nodig is, kom nogmaals een keertje naar de andere kant. Om hier een kussentje onder te leggen. Prima. Of een kussentje tussen beide knieën. Heel goed. Dus als je aan de les begint, pak er ook altijd gewoon een kussentje bij. Probeer rustig nu naar de buik te ademen. Dat je het gebied rond het bekken wat probeert te ontspannen. En we gaan nog een keertje terug. Dus gewoon gebruiken materialen kussentjes indien nodig. Ondersteun je lichaam. Dat kan heel prettig zijn. En zeker als er veel spanning zit of als er wat pijn in de lage rug is. Je benen uitstrekken. Plaats de armen naast je lichaam en maak je rechterbeen langer dan je linkerbeen. En terug. Maak je linkerbeen wat langer dan je rechterbeen. Probeer je bekken mooi neutraal te houden. En terug. Wissel. Rechterbeen langer maken dan je linkerbeen. Kijk, dan maak je wat, creëer je wat meer beweging in de lagere. Ja, kom maar. Niet te veel alleen op je stuit gaan liggen. Probeer je bekken goed neutraal te houden. En terug. Nog een keer. Rechterbeen wat langer maken dan je linkerbeen. En terug. En nog een keer. Ja, we gaan nog twee keer doen. Maak je rechterbeen wat langer dan je linkerbeen. En terug. En nog een keer. En terug. Prima. Plaats je voeten en we gaan in de lage rug werken. Dus we gaan schouderbrugjes maken, maar niet zo'n grote bewegingsuitslagen. Dus rol heel langzaam even je lage rug en dan til je je bekken wat op. Tot en met de lage rug en een klein rolletje terug. Dan voel je dat je weer naar de stuit rolt. Nou, in je bekken zakjes tegen de grond drukken, inclusief je lage rug een beetje tillen. En een klein rolletje terug. Ja, dus hou de beweging klein. Rustig kantelen, iets optillen. En rustig vanuit zachtheid werken. Terug. Nog een keer. Rustig wat optillen. En zacht rolletje terugmaken. Kantelen, wat optillen. Probeer die lage rug zacht te houden. En zoals wij in de les ook altijd zeggen, dat de tonus van nul. Dus de spierspanning van nul. Rustig wat optillen. En terug, dat is heel fijn voor je rug. Nog een keer een klein rolletje maken. En een klein rolletje terug. Ja, de hielen staan weer onder de knieën en beweeg je benen van rechts naar links. Die bewegingsuitslag ook hier niet al te groot. En hoe meer last van de lage rug, hoe kleiner je vaak die bewegingen moet maken. Maar dat is ook niet erg. En
Prima. Je linkerbeen schuif je uit. Je pakt je rechterknie vast en trek even je been naar je toe. Heb je last van je knie, pak je in de knieholte vast. Voel het openen van de heup. Rek van je heupbuiger. En leg je been neer. Wissel, pak vast. Onderste been plat tegen de grond. Voel even hoe je de heupbuiger rekt. Hoe je wat ruimte maakt aan de voorkant van de heup. En terug. Doe het nog een keer. Pak vast. Ja, kom aan nog een keer. Pak vast. En terug. Mag je lichaam helemaal uitstrekken. Het is echt niet erg als jouw armen niet tegen de grond komen. Vaak kan dat helemaal niet. Stabiliseer gewoon de schouderbladen goed. Laat ze tegen de grond. Maak lengte in je lichaam. De benen rustig op en maak een balletje van je lichaam. Strek je benen uit, armen en benen uitstrekken. Maak lengte in je lichaam. Pak rustig vast en maak een balletje. Druk zo rond mogelijk. Doe het nog een keer. Rustig de benen uitstrekken, armen uitstrekken. Hou de schouderbladen goed tegen de grond. Ja, pak je onderbenen vast. De knieën mogen echt best wat uit elkaar, dus beter zelfs. En nog één keer. Maak lengte in je lichaam. Knieën een beetje uit elkaar. En maak een balletje. Prima. Hou je benen maar hier. Enkels kruisen. Pak boven op de knieschijven vast. En lekker over je eigen been masseren. Onderbenen klappen terug. De andere kant op. Doe het nog een keer, de andere kant op. En laatste keer, vanuit zachtheid. Hè? Niet gaan duwen en trekken, helemaal niet nodig. Masserende beweging over het hele heiligbeengebied. Prima. Gaan we naar de laatste oefening. Kom even op je rechterzij liggen. En plaats je linkerarm gebogen onder je hoofd. Hou een kleine holling in de lage rug. Kom naar de voorkant van je matje. Rechterarm naar voren. Dan adem je rustig in. Dan kijk je de arm na en adem uit. Leg de arm naast je. En kijk naar de hand. Voel de enorme draai in de lage rug. Je mag hier weer een kussentje onder plaatsen als je wil. Trek je buikspier een beetje aan. En kom rustig terug. En naar de zijde. Adem in. Kijk je hand helemaal na. Als je neerlegt, dan adem je uit. 3, 4. Trek je buikspieren aan. Adem in. Trek je arm terug. En met de kracht van de buikspieren draai je jezelf weer op de zij. Adem in. Helemaal open draaien. En als je hand ligt, dan adem je uit. Adem rustig in. Met de buikspieren trek je jezelf weer op je zij. Doe het nog een keer. Inademen. Kijk de hand na. En als je arm en hand ligt, adem je uit. Adem rustig in. Trek je buikspieren aan.
En kom rustig terugklikken. Dit gaan we ook naar de andere kant doen. Natuurlijk. Kom op je andere zij liggen. Beetje naar de voorkant van je mat. Arm gebogen. Plaats je hand voor. Daar komt hij. Adem in. Kijk de hand helemaal na. En adem uit. Leg je hand arm neer. En voel de enorme draaiing in de hele wervelkolom. Adem rustig in. Trek met de buikspieren je lichaam weer terug op de zij. Adem rustig in. Andere hand is achter het hoofd of leg een kussentje onder je hoofd. Prima. En adem uit. Het is echt helemaal niet erg als die knieën niet op elkaar kunnen blijven hoor. Adem rustig in, draaien. En adem uit. Doen we nog een keer. Adem rustig in, draai. En adem uit. Goed zo. Nou, maak een balletje van je lichaam. Kom even helemaal in elkaar liggen. En voel de rek en de ontspanning in je lage rug. En kom er maar rustig uit. Oké, fitsporters. Dit was die, hè? Gewoon een klein stukje ontspanningsoefeningen voor de rug. Als je de hele dag gezeten hebt. Dit is heel erg prettig om te doen. Ga ermee aan de gang. Bye bye. Wij zien elkaar binnenkort weer.